time I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Ik vind het allerleukste om kennis over te dragen. Dus alles wat ik mocht, zeg maar van al die leraren en al die jaren die ik zeg maar heb lesgekregen van andere superleuke leraren, die kennis nu overdragen aan jongeren, dat vind ik het allerleukste. Want ik vind dat in de jongeren de toekomst ligt om het vak dans. Ja, aan het leven te houden. En dat vind ik het leukste om mijn kennis die ik ooit mocht opdoen en die ik nog steeds opdoen met andere docenten. Ja, en jongeren te komen. Waarom bepaalde keuzes in het openbaar gemaakt worden. En waarom jullie zelf bepaalde keuzes maken. En jullie gaan eigenlijk het visualiseren. De hele proces van de dans. Van jullie proces waar jullie nu doorheen gaan. En dat is voor mij meestal een van de belangrijkste stappen die jullie doen. Om het vak af te ronden en ja, jezelf neerzetten. Sonic man out of you, yeah. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Het was zo dat 5-6 jaar geleden op deze school besloten werd dat naast de topsport sport er ook een afdeling kunst en cultuur zou komen. En eigenlijk was ik daar vanaf het begin bij. En ik vond het wel een uitdaging. Ik denk dat elke enthousiasmering van dans, drama, etc., dat het leuk is. Dans gaat over het gevecht tussen goed en kwaad en dat goed altijd overwint. Thank you.
De dans van Britt en mij is gebaseerd op twee verschillende dansstijlen, namelijk R&B en klassiek. We hebben onze inspiratie uit de film Step Up. Ja, ik vind het heel belangrijk vakken in het voortgezet onderwijs, eigenlijk ook al in het primair onderwijs, omdat kinderen zich in die vakken heel goed ontwikkelen. Ook als persoon, ze gaan durven om zich beter te uiten. En ik vind het dus vakken die heel erg verrijkend zijn in het kader van de ontwikkeling van jonge mensen. De dans van Patricia en mij is gebaseerd op het loslaten van een geliefde. Onze choreografie was gebaseerd op partnering en daarmee was de bedoeling om kracht te uiten. De dans van Eva en mij is gebaseerd op het uitgangspunt partnering. We hebben geprobeerd showballet, jazzballet en klassiek ballet te mixen. Puberteit de gelegenheid krijgt om zeg maar je allerlei dingen je te leren uiten expressieve vormen aanleert, dan daar zul je in je latere leven ongelooflijk veel profijt van hebben. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the church. I was at a law for word first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Ik ben er als koekenbakker in, joh. Stel jezelf even voor. Wacht even. Wat voor vragen krijg ik?